Ja. Er zijn workshops met schrijven, er zijn creatieve workshops van Stephanie Kampman. Ja. En ja, ligt er nog een link met het onderwijs? Hebben jullie een soort afspraak van, joh, luister eens, niet iedereen gaat 6 weken op vakantie. Nee, dat klopt. De flyer in ieder geval wel actief op de scholen en ja, het wordt daar wel gecommuniceerd in ieder geval wat we doen. En, ja. Dat komt ook aan, dat ja, merk ik. Jullie hebben natuurlijk een nieuwe locatie. Biedt die locatie op zich nog mogelijkheden wat je voorheen niet kon doen? Zeg je van, nou, omdat we toch daar zitten? Nou, een goed voorbeeld is natuurlijk wat Hamlet dus heeft gedaan in, ja, een aantal weken terug. Dat ja, is natuurlijk, beide locaties zijn daar optimaal gebruikt. Ja, hoe kijken jullie daarop terug, op dat Hamlet? Heel erg leuk. Ik heb zelf ook meegedaan. Ik heb zelf ook alle voorstellingen gespeeld. Ja. Dus ik vond het zelf... Ja, wat was nou eigenlijk zeg maar het verrassende aan dat hele gebeuren? Nou, de combinatie ook van de eerste scène daar in de Korenbeurs. Daarna met een stoet door de stad. En gewoon echt, ja, mensen kwamen uit de ramen hangen om te kijken van... Hé, daar zijn ze weer. Ja, bizar, hè? Ja, het was echt heel erg leuk. Is dat nou ook nog vastgelegd als documentaire of als gebeurtenis? Want er zijn natuurlijk ook mensen die het niet gezien hebben... en die ja, nu van horen zeggen, denken van... goh, ja, wat hebben we gemist? Nou ja, we hopen volgend jaar in reprise te gaan, dus... Want er komt volgend jaar een vervolg op. Dus, ja, dat hopen we allemaal. Dat is wel de bedoeling. Ik moet daar een slag om haar houden. Ja. Maar, en wat, welk stuk ligt er dan bovenop? Nou, voorlopig nog even Hamlet, want er waren gewoon wachtlijsten nu. Hamlet dus. 2. Ja, Hamlet 2. Part 2. Ja, precies. Hoe heet het? Een mooi stukje promotie. Het was overigens wel een hele klus, want de bibliotheek, heb ik goed begrepen, was de eerste 10 minuten verduisterd. Ja, klopt helemaal. Ja, dat was inderdaad een flinke operatie. En dat betekent dus vooraf verduisteren, 10 minuten spelen en daarna moest het weer open voor jullie voor de volgende dag. Ja. Maar dat ging steeds sneller. Dat was wel heel fijn. Ja. Ja. Nou, heb je zelf meegedaan. Wat verandert er dan in het spelen gaandeweg de voorstellingen? Het wordt steeds leuker. Je gaat steeds meer andere dingen doen. Dingen uitproberen. En Koen Woutersen, de regisseur, die zei ook van tevoren van... Ja, vergeet gisteren. Vandaag gaan we het anders doen. En gaan we totaal... En dan noemde hij een steekwoord. En zo gaan we spelen. En dus er is veel geïmproviseerd. Nee. Juist niet. Maar dan ga je creatief met je teksten om. Want het is natuurlijk, iedereen heeft enorme lappen tekst. Ja. Maar daar kun je wel een beetje mee spelen. Ja. En ook, alles maar zou je versie 1 naast de laatste versie leggen, dan verschillende voorstellingen. Absoluut, maar ook heel stuk beter. Want nou is het vaak bij dat soort voorstellingen belangrijk hoe de sfeer onder elkaar is. Is dit een team wat gewoon blindelings volgend jaar in dezelfde samenstelling terug gaat komen? Nee, daar durf ik allemaal nog geen uitspraak in. Maar goed, het enthousiasme was er wel natuurlijk. Maar iedereen wilde wel en we willen ook graag verder. En, maar nou even naar een spannend gedeelte. Jullie zijn genomineerd als beste bibliotheek van Nederland. Ja, dat is inderdaad... Hoe is dat allemaal zo snel tot stand gekomen? Nou, ik denk dat het een aantal maanden geleden is geïnitieerd. En eigenlijk konden ze niet buiten ons om natuurlijk. wat hebben jullie als sterke punten zelf ingebracht? Waarom vinden jullie dat jullie de beste zijn? Nou, wij hebben ons niet zelf genomineerd natuurlijk. Dat kan. Wij volgen ook de wet. En die heeft een aantal aspecten in de wet, de bibliotheekwet staan. Van daar en daar moet je aan voldoen. Mm-hmm. En daar voldoen wij al wel goed aan. En, jullie hebben natuurlijk een paar bijzondere dingen. Hè? We nemen alleen maar de planten en de bomen. Ja. Is dat echt zo uniek in Nederland? Dat is voor een bibliotheek echt wel uniek, ja. 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 Ja, natuurlijk ook de beplanting heeft al een prijs gewonnen afgelopen jaar. Ja. Dus, Maar goed, het schept wel verplichtingen. Stel dat je de beste bibliotheek van Nederland wordt, is natuurlijk heel mooi. Maar ja, dan gaan de verwachtingen wel weer eventjes een paar procent omhoog. Maar dat zet ons ook op scherp. Dus, ja. Wat zou er nog in het algemeen in de bibliotheek scherper kunnen? Ja, we gaan het uitbouwen steeds meer. We zijn eigenlijk al onderdeel van Schiedam. En dat is ook wel grappig. Dat de lokale verankering, daar gaan ze echt naar kijken. Ook bij het jureren daarvan. Ja. Denk ik, ja, dingen als Hamlet en reeksen die we organiseren. Het zijn allemaal echte voorbeelden van hoe we inderdaad met de stad die bibliotheek hebben gevormd. Kan je nou stellen dat toen jullie weggingen op het stadserf, toen werd er gezegd, ja, zonde en dat staat nou leeg. Jullie zijn naar de Korenbeurs gegaan. Kan je nou zeggen dat die locatie Korenbeurs wel vruchten afwerpt? Ja, absoluut. In wat voor opzicht?
Ja, als je de mensen binnen ziet komen, ze kijken omhoog en ze zeggen wauw. Vroeger moest je die het wauw-effect is gewoon echt heel groot. Dat was ook nog eens een drempel. Ja. Terwijl je nu af kunt vragen, ja, het is aan de rand van het centrum. Ja, op zich midden in het centrum, maar voor sommige mensen is het wat verder lopen juist. Ja. En het zijn natuurlijk kinderkopjes, dus wat dat betreft zou je zeggen, nou, het is minder toegankelijk. Maar ja, dat is toch niet echt gebleken. Het is toch, ze weten nou, jullie hebben ook een horeca-locatie aan de zijkant buiten, ook binnen overigens. Ja. Maar ook buiten, de beurs heet dat geloof ik. Nou, die, de beurs ik denk dat die lachend profiteert. Ja, die, ja tuurlijk, want het hele hoekje gaat mee profiteren. Ja. Ook, even terug naar de beste bibliotheek van Nederland. Wanneer gaat dat zijn bekomst krijgen? Wanneer horen jullie de uitslag? Nou, vanaf september kan er dus gestemd worden. En ja, dan roepen we heel Schiedam op om En daar is een internet e-mailadres voor, of een internetadres? Of hoe gaat dat in zijn werk? Ja, het wordt georganiseerd door het Bibliotheekblad. Ja, tegen die tijd gaat het in alle media wel staan waar je precies kunt stemmen in Schiedam. Ja. Dus daar gaan we ons echt hard voor maken. Waar zitten de grote concurrenten? Zijn er 6 in totaal. Alphen aan de Rijn, Den Helder, Oosterhout, Schiedam, Wiegen en Winschoten. Dus echt, ja, echt het hele land. Heel gemalleerd. Alphen aan de Rijn, die hebben die brug al achter de rug. Dus die vallen sowieso al. Dat is natuurlijk geen mooie promotie geweest. Nou, gelukkig is dat goed gekomen. Ja. Maar ja, het wordt wel een heel spannende strijd natuurlijk. Ja, absoluut. Dus. Overigens, even van de hak op de tak. Ik verraste je net onder het gaan zitten met de mededeling dat de bibliotheken Vlaardingen en Maassluis moeten of gaan fuseren. Is er bij jullie al op aangedrongen om een fusiepartner te zoeken in deze moderne tijd? Nee, dat is nog niet gevraagd. Want het is de tijd, hè? Iedereen moet iedereen opzoeken. Je mag niks meer alleen doen. Je moet partners zoeken en samenwerken. Ja, maar dat doen we dus al. Maar dat doen we binnen. Dat kunnen we heel goed binnen Schiedam doen. Ja. Met welke organisaties, om maar een beeld te vormen, hebben jullie op het ogenblik toch wel goede samenwerkings? Nou, in principe is het... Sinds de samenwerking met alle bibliotheken in heel Nederland veel beter geworden. Want het is ook een heel landelijk systeem geworden. Je kunt met een bibliotheekpas van Schiedam ook lenen in alle steden van in Nederland. Want dat vergeten we nog wel eens. Ja, oorspronkelijk kan je daar een boek lenen. Ja, het gebeurt ook nog best maar wel. Maar hebben jullie wel eens zoiets dat je denkt, oh ja, we moeten ook nog wat boeken op voorraad hebben? Nee. Dat is ook nog steeds, ja, ze zijn gewoon aanwezig. En we verzorgen het netjes. En we hebben nog steeds de beste bibliothecaris van Nederland, die er ook zorg voor draagt dat het een goede collectie is en blijft. Dus, perfect. Nou, dan eventjes afrondend kunnen we stellen dat kindertjes en ook volwassenen, de grote zomervakantie komt eraan. Ja. Ze kunnen bij jullie terecht. Op welke manier kunnen ze met name zien wat er wanneer te doen is? Nou, op de maandag, de woensdag en de vrijdag zijn activiteiten. Maandag en woensdag zijn het workshops. En vrijdag is het een leuke kinderfilm. Ja. Op de homepage van de bibliotheek, bibliotheekschiedam.nl of info. Ja. Ja. Mensen... Tip nog even een paar leuke workshops. Dat ga ik even doen. We hebben... wat lijkt jou leuk? Wat lijkt me leuk? Ja, het lijkt allemaal leuk, want ik heb ze allemaal georganiseerd. er zijn schrijfworkshops met Lisbeth Mende. Ja, en dan ga je echt fantaseren van wat gebeurt er in mijn boomhut en wie wonen daar. Okay. Stephanie Kampman gaat een aantal creatieve dingen doen, maar ook leerzame dingen doen. Gaat iets met schaduwen doen, met insecten gaat ze doen rond de bomen. Ja. Kortom, dan hebben we ook nog eens leuke film. En voor de wat oudere Schiedammer, wat adviseer je? Niet die vakantiedingen dus. Maar we hebben nog ook nog verschillende andere dingen. We hebben nog een digitaal spreekuur. Tweemaal. We hebben nog Stones Covers Unplugged. Dat is 13 augustus. Dat duurt nog wel eventjes. En ja, in 26, 27 augustus, nog verder weg, Where We've Met. Dat gaan we ook huisvesten dit jaar. Dus, okay. Kortom, jullie hoeven je niet te vervelen. Nee, de vakantie... Mag je zelf nog wel op vakantie? Dat doe ik daarna. Dat doe je daarna. Ik ga september. Oké, in september. Ik ga je hartelijk bedanken, Edmond. Ik wens jullie een heel leuke zomervakantie toe. Opdat er maar veel kinderen en volwassenen lekker daar bij jullie wat leuks kunnen aan. Joh, en gewoon lekker zitten daar. Ja. Je kan gewoon ook een boekje lezen. Ze kunnen zich aanmelden trouwens via de website ook. Dat is een speciale knop. Het is net of je op Hawaii zit. Ja, absoluut. Dus, hey, bedankt voor het langskomen. Fijne vakantie. Ja, dankjewel. Dankjewel. Jullie ook.